YouTube wil eigenlijk niet dat ik dit soort video's voor jullie maak. We gaan het hebben over K-pop. Hallo! Hallo familie. Mijn naam is Rutger en welkom bij deze nieuwe complottheorie video. Jullie hebben er zo lang massaal, maar dan ook echt massaal naar gevraagd of ik alsjeblieft weer een nieuwe complottheorie video wil maken. En bij deze, hoi, daar ben ik weer. De reden dat het zo lang heeft geduurd voor een nieuwe kwam is eigenlijk heel erg simpel. En daar begint ook direct het eerste complot mee. Want YouTube wil eigenlijk niet dat ik dit soort video's voor jullie maak. En het erge is, dit is eigenlijk niet eens een complot, dit is gewoon een feit. Jij hebt deze video waarschijnlijk ontdekt omdat je hem in je abonnementenlijst hebt zien staan. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan eventjes. Klik op de rode knop onder deze video. Maar het liefst wil YouTube deze video, het is echt waar, offline hebben. Ik mag dit eigenlijk gewoon niet meer maken. Complottheorie video's worden namelijk sinds een tijdje uit het algoritme, dus uit het systeem van YouTube gehaald. Waardoor eigenlijk bijna niemand deze video waarschijnlijk ook te zien krijgt. Leuk. Zit ik hier helemaal uitgedost en klaar? Maar voor wie? Ik hoop dat iemand dit ziet. Ik zie het ook in de statistieken van mijn oudere complottheorie video's. Ze zijn gewoon stilgevallen. Allemaal om te voorkomen dat nepnieuws zich zou verspreiden. Ik snap ergens wel waarom. Maar deze video is natuurlijk echt bedoeld als entertainment doeleinden. Ik zeg niet dat de dingen die ik in deze video vertel waar zijn. Laat dat even gelijk een hele grote disclaimer zijn. Maar ik wil dit nieuwe systeem van YouTube nu met jullie gaan testen. Want als video's namelijk heel veel reacties en heel veel duimpjes omhoog krijgen, dan wordt die heel goed aanbevolen en worden ze ook meer bekeken. En dat wil ik vandaag dus met deze video gaan testen. Dus ik wil je vragen, YouTubers vragen natuurlijk wel vaker, geef deze video een duimpje omhoog, maar doe het nu echt eventjes. En laat een random reactie achter. Het maakt me echt niet uit wat het is. Noem je favoriete kleur, de naam van je huisdier, je eigen naam, de naam van je buurman. Het maakt echt niet uit. 20.000 duimpjes en 20.000 reacties, dat moet ons gewoon lukken. En als ik dan zie dat deze video nog steeds niet wordt bekeken, dan is het complot 100% bevestigd. Dan haat YouTube mij eigenlijk. Maar dan heb jij in ieder geval wel deze hele toffe video gezien. Want vandaag gaan we het hebben over onder andere hele creepy verhalen over je telefoon. Over de kleding die we allemaal dragen of willen dragen. We gaan een DNA-test doen. Wat? En we gaan het hebben over K-pop. Het belooft in ieder geval een hele spannende complottheorie video te worden. Geef dus eventjes een duimpje omhoog. Dan gaan we heel snel beginnen met het, niet eerste, want het eerste hebben we eigenlijk net al gehad, met het tweede complot. Ik heb al eerder een complottheorie video gemaakt waarin ik de aanwijzingen bespreek die ik heb gevonden over dat onze telefoons en vooral de apps die we gebruiken ons continu afluisteren. En als je dat verhaal als schokkend vond, nou dan bereid je maar voor, want wat ik je nu ga vertellen is helemaal bizar. Ik wil het namelijk hebben over Huawei. Huawei is misschien in Nederland nog een relatief nieuw merk, maar vergis je niet, want Huawei is de nummer 1 telecomleverancier op de wereld en de nummer 2 smartphone leverancier. En ondanks dat het op één na best verkopende telefoonmerk is, is het merk in een aantal landen strikt verboden. En mogen de telefoons en andere apparaten er niet van worden verkocht. Waaronder Amerika, want daar hebben de veiligheidsdiensten een negatief verkoopadvies afgegeven. Dus de telefoons van Huawei, de laptops, de tablets die ze maken, hoe mooi ze misschien ook zijn, ze mogen niet worden verkocht in Amerika. Maar ook de Nederlandse overheid is nu heel erg voorzichtig. Waarom? Wat is er allemaal aan de hand? Waarom zou er een telefoon of laptop of tablet niet in de winkel mogen liggen? Het is schokkend. Huawei zou namelijk volgens de Amerikaanse regering allerlei geheime achterdeurtjes in de chips van hun producten maken, waardoor de Chinese overheid en het Chinese leger altijd stiekem toegang heeft tot al hun apparaten. Hiermee zouden ze dus in theorie elk apparaat kunnen afluisteren, bespioneren. En ik wil verder niemand bang maken, maar stel je voor even het ergste scenario, er komt een oorlog, dan zou het natuurlijk wel heel erg handig zijn als je met een druk op de knop in één keer alle telefoons kan uitschakelen van de vijand. Ja,
Het is natuurlijk geniaal. Maar het gaat nog veel verder, want Huawei maakt niet alleen telefoons. Ze zijn ook supergoed in het maken van de nieuwe 5G-masten. Dus de opvolger van 4G, 5G, wat nog veel sneller is. En wat nu dus een beetje langzamerhand aangelegd gaat worden. Ook daar gaan dus hun chips in. En daarom heeft nu ook de Nederlandse overheid besloten te wachten met het aanschaffen van deze nieuwe masten. Precies om deze reden. Want stel je voor, als dit waar zou zijn, dan kunnen niet alleen Huawei-telefoons worden afgeluisterd, maar letterlijk elke telefoon is dan kwetsbaar, want we maken allemaal gebruik van die masten. Je iPhone, je Samsung, je weet ik veel wat, je Nokia 3310, alles gaat via die masten. Maar wat ik nog gekker vind, is dat het laatste topmodel, het nieuwste model van Huawei, de P30 Pro, daar wordt echt extreem veel reclame voor gemaakt. Ik zie hem letterlijk overal, op straat, op Instagram, op YouTube. Er worden allerlei YouTubers op reis heel de wereld over gestuurd om maar die telefoon onder de aandacht te brengen. Maar wat is nou de functie die deze telefoon zo bijzonder maakt? Juist, de camera. En wat kun je met die camera? Kijk maar mee. Je kunt namelijk ver, heel erg ver, bizar ver, extreem ver inzoomen. Oftewel, je kunt er zelf mee bespioneren. Oh my god, nee. 1 plus 1 is in dit geval echt 3. I can't. Dit is echt... Oh. Is dit soort van een aanwijzing van jij kunt bespioneren zoals wij jou bespioneren? Dit kan toch geen toeval zijn? Oké, dit hele verhaal zou zomaar waar kunnen zijn. Aan de andere kant, waarom zou Apple dit niet doen? Stiekem zonder dat het weet, want Apple komt natuurlijk uit Amerika. Het is goed voor de economie dat het daar wordt verkocht, dus waarom zouden ze Apple gaan verbieden? Ik weet het niet. Het is gewoon heel moeilijk te controleren. We houden gewoon het nieuws in de gaten. Ik ben benieuwd of wij deze masten van Huawei gaan krijgen of niet. En ik ben ook heel erg benieuwd, welk merk telefoon heb jij? En vertrouw je die? Laat het eventjes weten. Ik zelf heb een iPhone en op zich, de iPhone zelf vertrouw ik wel. Maar de apps, zoals Instagram en WhatsApp, nee, die vertrouw ik echt niet. Oké, voordat iedereen echt gillend wegrent van deze video en het iets te eng wordt, heb ik even een iets luchtiger complot waar je broek waarschijnlijk wel letterlijk en figuurlijk van afzakt. Want dit is iets wat ik laatst per ongeluk heb ontdekt en mijn hoofd ontplofte. We dragen namelijk allemaal kleding. Goh. En je kunt het natuurlijk voor jezelf zo gek en zo duur maken als je zelf wilt. Je kunt naar de Primark lopen voor een shirt van 3 euro. Of je loopt een paar deuren verderop naar de Gucci store voor een shirt van 300 euro. Maar waarom zijn mensen bereid om zoveel geld neer te leggen voor kleding? Het is eigenlijk heel erg simpel. Natuurlijk omdat dat merk je een bepaald gevoel geeft. Je voelt je gewoon bijzonder, fijner, mooier, knapper. En dat is precies het doel van dat merk. Ze willen jou dat gevoel geven, zodat jij bereid bent om 300 euro te geven voor iets wat ook 3 euro had kunnen kosten. Oké, tot zover niets nieuws, toch? Maar hoe ver gaan dure merken hierin? Ik denk dat ze daar verder in gaan dan dat wij zelf doorhebben. Want ik merk de laatste tijd dat de duurdere kledingstukken die ik heb een stuk groter uitvallen dan de goedkope kledingstukken. Check, ik heb dus nu een broek. Dit is heel raar. Dit wordt echt heel spannend, deze video. Maar hij kostte, nee, je zou het niet zeggen, maar hij was 150 euro. Dat heb je trouwens kunnen zien in de ABC Shopping Challenge. En het is taille maat 31. Ik heb normaal gesproken 32. Maar check. Hoe groot is deze broek? Ik zwem er letterlijk in. Hij is veel te ruim, terwijl ik normaal gesproken maat 32 heb. Nu heb ik een dure broek in maat 31 die te groot is. Ik voel me echt helemaal in shape hierdoor. Ik dacht echt, oh my god. Ik pas gewoon maat 31 en hij zit ruim. Het is natuurlijk zeker niet hoe magerder of hoe dunner, hoe beter. Maar er zijn wel heel veel mensen die wel heel erg graag als vrouw zijnde in maat 36 of 38 willen passen. En als man zijnde rond de 32, 31 taille. Terwijl, en ik pak hem er even bij, als ik een goedkope broek. Dit is dus maat 32. Die krijg ik dus letterlijk bijna niet dicht. Ik besefte het ineens. Dit komt dus veel vaker voor. Ik heb dit ook met dieselbroeken, ook met replaybroeken. Letterlijk bij alle dure broeken pas ik een 31 en is het nog ruim. En bij goedkope broeken is een 32 soms strak. Oftewel, wil jij kunnen zeggen dat je een iets kleinere maat hebt dan je eigenlijk hebt? Dat kan, maar dan moet je er wel heel veel geld voor betalen. Ik ben heel erg benieuwd. Merken jullie dit ook? Laat het eventjes weten in de reacties, want sinds ik dit heb ontdekt, volgens mij klopt het gewoon. En nu zit ik dus de rest van de video met een veel te strakke broek aan.
Ja, laten we naar de volgende gaan. Oké, hier heb ik heel erg veel zin in. Want als YouTuber zijnde krijg je wel eens wat dingetjes opgestuurd. Ik heb een postadres, staat in de beschrijving. Soms is het dus kleding, die veel te groot is. Soms parfum, soms is het troep, soms is het leuk. Nou ja, van alles. Maar heel soms is het doodeng en misschien wel gevaarlijk. We gaan het nu hebben over de pret-DNA-test. Een soort pret-echo, maar dan voor je eigen DNA. Er zijn steeds meer bedrijven die tegen betaling jouw DNA, oftewel jouw genen, je weet ik veel wat, je menselijke puzzel. Hoe leg je DNA? Je weet wat DNA is. Die kunnen dat tegen betaling analyseren en zo kun je erachter komen waar je voorouders hebben geleefd en welke mogelijke gevaarlijke ziektes er in jouw DNA zitten die misschien nog tot uiting kunnen komen. Dat klinkt super interessant, toch? En laat ik nou net zo'n pakketje hebben ontvangen. En dit is trouwens niet gesponsord of wat dan ook. Dus laten we even gaan kijken hoe zo'n kit werkt. DNA Collection Kit. Klinkt erg spannend. Ik zie hier een soort bakje. Check, er zit een soort van buisje in, maar ook een ding met vloeistof of zo. Hoe dan ook, ik moet dus mijn DNA op gaan sturen. In dit geval moet ik in het buisje gaan spugen. Oh my god, moet je er zoveel in doen? Je moet tot dit lijntje, moet je het vullen. Nou, daar gaan we. Oh my god, dit is zo goor. Hij man is even om. Het buisje zit vol. Ik doe hem dicht. Wow, er komt een soort van extra vloeistof nog bij. Heel smakelijk. Nu kan ik hem dus terug doen in het doosje. En opsturen naar het bedrijf waar het DNA wordt onderzocht. Maar moet ik dat wel doen? Er zijn namelijk nog heel veel vragen over dit soort tests onbeantwoord. Hoe lang mogen ze bijvoorbeeld mijn DNA houden? En met wie gaan ze mijn DNA allemaal delen? En wat kan er misschien wel gaan gebeuren als ze in de toekomst nog veel meer met DNA kunnen? Ik bedoel, straks gaan ze je klonen? De meeste mensen die maken zich vooral zorgen over de gezondheidsrisico's die hiermee kunnen worden opgespoord. Want stel je voor, je doet nietsvermoedend zo'n test en er wordt ontdekt dat er in jouw genen, in jouw DNA, te zien is dat je een bepaalde erfelijke ziekte met je meedraagt. En daar bestaat een medicijn voor, maar dat medicijn is mega, mega duur. Dan zou dat DNA-bedrijf nog veel meer geld kunnen verdienen door deze gegevens te verkopen aan alle verzekeringsmaatschappijen. Zodat die een soort van lijst kunnen maken met namen. Ik zit trouwens heel de tijd met mijn spuugemand. Met namen van mensen die waarschijnlijk hele dure medicijnen nodig hebben. En daardoor zou het dus zomaar kunnen dat jij geen 100 euro per maand hoeft te betalen zoals de rest. Nee, ze kunnen zien dat jij duur gaat worden. Dus moet jij, weet ik veel wat, 1000 per maand betalen. Of misschien willen ze je wel helemaal niet meer verzekeren. Omdat je gewoon nooit winstgevend zal worden. En dat allemaal omdat je jaren geleden in zo'n buisje hebt gespuugd om te weten of je nou van de melkboer bent of niet. Ik krijg echt kippenvel bij deze gedachtes. Voor de duidelijkheid, de bedrijven zelf die zeggen allemaal dat privacy super belangrijk voor ze is en dat dit allemaal niet gebeurt. Wie zegt dat als het nu niet gebeurt, het niet over 20 jaar wel gebeurt? Ik ben heel erg benieuwd, zou jij zo'n DNA-test doen of niet? Laat het eventjes weten in de reacties. En dan komen we nu bij het meest aangevraagde complot van deze video. En het is daarmee ook gelijk het laatste complot. We gaan het hebben over K-pop. En dan bedoel ik K-pop en niet gay. Pop, wat mensen laatst dachten toen ik het erover had. Mocht je nou niet weten wat K-pop is, hallo, hoi, welkom op aarde. Het is 2019 en K-pop is al heel lang een ding. Korean pop, oftewel Koreaanse popmuziek en het is next level. Het is gewoon zo goed geproduceerd. Er zit zoveel geld in. De styling is geweldig. Het camerawerk is geweldig. Special effects zijn geweldig. De settings zijn geweldig. Nou, ik ben een beetje aan het fangirlen. Je moet zelf maar even wat clips kijken. Het is echt niet normaal. Ik ben de laatste tijd samen met Thomas echt ineens helemaal obsessief met K-pop. We luisteren heel veel Blackpink, BTS en GOT7. Ik weet niet zeker of je GOT7, GOT7. Laat me even weten hoe je het uitspreekt. Het is echt een miljardenindustrie. K-pop artiesten lijken echt perfect. Dat is namelijk ook wat de fans in Korea willen. Ze willen geen schandalen. Ze willen fan zijn van, ja, eigenlijk van perfectie. Zeg maar het tegenovergestelde van de Nederlandse YouTube community. Waar mensen groot proberen te worden juist met schandalen. En weet ik het allemaal. Maar er komen steeds signalen dat de K-popwereld als artiest zijnde helemaal niet zo leuk is als het allemaal lijkt. En er wordt zelfs gesproken over een moderne versie
van slavenhandel. Heel veel artiesten zouden namelijk per dag verplicht 18 uur moeten trainen. Ook zouden ze elke dag worden gewogen, omdat ze op gewicht moeten blijven. En als je te veel weegt, dan zul je dat merken, krijg je minder te eten. Ook zouden ze niet eens een eigen telefoon hebben. Er is geen contact met de buitenwereld, geen contact met vrienden en familie. En ook hun social media, waar ze wel miljoenen volgers hebben, beheren ze niet zelf, omdat de mensen achter de artiesten bang zijn dat er ooit een keer iets negatiefs op wordt gezet. En dat mag niet. Ze worden dus eigenlijk gewoon volledig geïsoleerd van de rest van de wereld om hun focus te behouden op hun carrière. Er worden namelijk in die artiesten miljoenen geïnvesteerd. Alles moet perfect zijn, zo ook natuurlijk hun uiterlijk. En daar worden ze flink mee geholpen. Zo is het geen geheim dat heel veel K-pop artiesten hun gezicht laten verbeteren door plastische chirurgie. En dat het zijn van K-pop artiest zwaar is, dat blijkt uit steeds meer video's die op het internet te vinden zijn van sterren die op het podium in elkaar storten. Ik vind het best wel schokkend om dit te zien. Het is zeker niet alleen bij K-pop sterren gebeurd. Ik kan me nog filmpjes van Justin Bieber herinneren die dit had. Maar het gebeurt wel heel erg veel bij K-pop artiesten. En ik vraag me af, is dat nou toeval? Of zou het misschien helemaal niet zo leuk zijn om een K-pop ster te zijn? Dat jonge mensen de droom hebben om het te worden, honderden, duizenden audities doen en ineens de kans van hun leven krijgen om door te breken en uiteindelijk doodongelukkig op het podium te staan. Zonder vrienden, zonder familie, maar wel met de roem. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan denkt. Denk je dat K-pop sterren goed worden behandeld of is het alleen maar schone schijn? Ik hoop dat je met heel erg veel plezier hebt geluisterd en hebt gekeken naar deze complotten. Als je het tof vond, laat het me dan eventjes weten door een duimpje omhoog te doen. En mocht je nou nog andere complotten hebben waar ik het echt over moet hebben de komende keer, laat het dan ook eventjes weten in de reacties onder deze video. Ik zie jullie gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur met een hele nieuwe video. Maar tot die tijd, stay firmless. Doei doei! Nou, ik hoop dat ik deze video van mijn management op YouTube mag zetten. Dat ik misschien over een maand even mijn familie mag bellen. Ja, ik hoop het.